Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is de nieuwe wethouder van de gemeente Tiel, Ben Brink. Ben, van harte welkom. Dankjewel. Kerstvers, hè? Ja. Om daar maar mee te starten. We hebben onlangs de kersenparty gehad in Tiel. En dat was een succes, hè? Ja. Ik ben gisteren geweest en het was een prima georganiseerd kersenfestival. Compliment aan de organisatoren. Het zat goed in elkaar. Ja. Veel mensen het moeten. Het is niet om de burgemeester naar de mond te praten, helemaal niet. Maar een jaar geleden heeft hij het idee gelanceerd hier in ditzelfde programma. En nu stond het er. En dan is het altijd maar afwachten hoe zo'n netwerkborrel gaat. Ja. Hè? Is het een ons kent ons feestje? Of gaat er daadwerkelijk iets gebeuren en laat je de potentie zien van wat je wil bereiken? En dat was het geval. Dat is gelukt volgens mij. Op een supermooie locatie die trouwens wat mij betreft veel vaker ingezet mag worden. De Sint Maartenskerk met de tuin daarvoor. Dat klopt. En het was goed georganiseerd, zei ik net al. En de toespraken waren eigenlijk niet te lang. Er was voldoende gelegenheid om wat te eten. Ja. Dus geen irritatie voor lange toespraken. En dat was een goede sfeer. En er waren heel veel mensen die ik eigenlijk niet kende. En voor mij was het een prima gelegenheid om kennis te maken met allerlei mensen van organisaties en andere gemeenten. Om eens een handje te schudden. En in principe afspraken te maken om elkaar nader te ontmoeten en kennis te maken. Dat is natuurlijk dus dat is een leuke binnenkomer. Logisch. Ja. Je had eigenlijk al afscheid genomen van de Tielse politieke arena. Jarenlang in de raad gezeten voor de PvdA. Ja. En dan nu plotseling wethouder van de gemeente Tiel. Goed, in eerste instantie natuurlijk maar tot de verkiezingen volgend jaar. Maar hoe is het zo gekomen? Nou, ik heb 8 jaar in de raad gezeten en ben ik 4 jaar fractievoorzitter geweest. En toen werd ik eigenlijk een beetje te druk en denk ik, nou, ik stap eruit en ik hou op. Maar 4 jaar later begon het toch weer te kriebelen en met partijen ook contact gehad. En toen ben ik toch weer in de raad gegaan. 2 jaar fractievoorzitter, daarna heeft Nathan het overgenomen. Toen denk ik, nou, dan ben ik bijna bij pensioen, dan stop ik ermee. Maar Nathan zei al in zijn afscheidspeech van, we zien er nou uit om jou in 2018 weer te ontmoeten. Het is een halfjaartje eerder geworden. Ja, inmiddels. Maar het is gewoon, Corrie van Ree die vertrekt als waarnemende burgemeester, dus Nathan heeft mij gebeld en zegt, joh, voel jij er wat voor? Toen ben ik van Bolsward van vakantie terug naar Tiel gegaan, een hele wereldreis, 3,5 uur. Het gesprek had met Nathan en ik denk, ja, dit is toch iets wat ik eigenlijk in het verleden ook wel wou. Maar, twee wethouders voor de PvdA, dat was de laatste jaren, was dat niet, toen was de kans daar niet in vragen. Nee. Dus nu was de kans er, ik denk, nou, dat pak ik aan. Ja, je bent het belangrijkste wapenfeit die er nog heeft plaatsgevonden in de vorige periode dat jij er was, was de aanstelling van de huidige burgemeester. Ja, zat als voorzitter van de selectie of van de, hoe is zo'n commissie ook alweer, selectiecommissie. Ja, laten we het daar maar op houden. Ja, was ik voorzitter van. Dus, En er waren toen allemaal nog best wel haantjes hè, in die commissie. Je hebt dat in de goede banen moeten leiden. Het waren allemaal fractievoorzitters die in de commissie zaten. En die wilde zus en die wilde zo'n man en die wilde dit en die wilde dat. Eigenlijk wel mee hoor. Oké. Okay. We hadden toch wel een profielschets en een gemeenschappelijk beeld. Maar je gaat me natuurlijk nooit gelijk geven als het wel zo zou zijn. Als je gelijk hebt, dan krijg je het. Oh, dat vind ik dan weer sympathiek van je. Ja, zo ben ik. Nou ja, goed. Die ambitie die heb je eigenlijk al eerder uitgesproken om dat wethouderschap te gaan doen. Wil daarmee zeggen dat het raadswerk na zoveel jaren, dat je dat wel gezien had? Ja, eigenlijk het raadswerk, op een gegeven moment dan heb je het zo lang gedaan en dan wordt het echt ook verhouding privé en raadswerk, want als je het goed wil doen, dan ben je er veel uren aan kwijt. Was het veel. En toen dacht ik, als ik van mijn hobby een beroep kan maken, dan komt dat beter uit als wethouder. Ja, en dat is gedacht van, dat gaat niet lukken, maar uiteindelijk toch. Dat was onverwacht. Ja, snap ik. En je hebt ook de ambitie uitgesproken om beschikbaar te zijn als wethouder na de verkiezingen. Ja. Kijk eens koffiedik kijken. PvdA staat er landelijk niet zo heel erg goed voor. Wat vind je daar trouwens van? De landelijke PvdA, hoe ze het gedaan hebben bij de afgelopen verkiezingen. En dan bedoel ik niet die uitslagen, want dat is dramatisch. Ja. Maar hoe ze dat zelf hebben aangevlogen en waar die partij nu naartoe moet. Heb je vast wel een visie op? Nou, ik heb wel een idee. Ik heb ook gelezen. Alhoewel op de gemeentehuis heel veel te lezen valt, andere dingen op dit moment. Ja. Maar ja. Het is niet alleen te wijten aan mensen van de PvdA, het is ook een veranderde maatschappelijke omstandigheid die een rol spelen. Ja, als je naar de kern toe gaat, is die PvdA onvoldoende meegegroeid met die maatschappij? Nou, we zijn een bestuurderspartij, dat staat nu ook een beetje in de analyse van de plan. Uh-huh. En ja, ook een beetje natuurlijk, want er staat dus in de traditie van Willem Gradersen, Bert Ploegmakers, Frans van Olsen en Corrie van Ree, om maar een paar wethouders op te noemen uit mijn tijd.
Maar ja, het is gebleken in de verkiezingen dat goede bestuurders niet betekent dat je veel stemmen krijgt. Want als je kijkt naar de burgemeesters van Rotterdam, Amsterdam, en je kijkt naar de ministers die in de populariteitspool redelijk hoog staan, dat is zich niet meer vertaald. Dus ja, het is volgens mij ook een kwestie van individualisering. Individualisering van, vroeger zat je bij een zuil en wat ook in de zuil zegt wat, je zat erbij, je bleef erbij. Punt. Maar nu, ja, mensen worden steeds meer individueel. Dus je zoekt die partij, of je richt de partij op, die het meeste bij jou past. Dus je krijgt nu eindelijk allemaal kleine groepen en kleine zuilen. En daar heeft de Partij van de Arbeid heel veel last van gehad. En daar gaat het uiteindelijk om de persoon, hè? Kijk naar, vaak wel. Kijk naar Jesse Klaver van GroenLinks. Ja, het is de vraag of de persoon, die is heel belangrijk op dit moment. Ja. Wat dat betreft gaan we een beetje naar Amerika vergelijken. Is ook wel begrijpelijk, hè? Want, goede ontwikkeling of slechte ontwikkeling? Het is een begrijpelijke ontwikkeling. In die zin dat onderscheid maken in de politiek wordt steeds moeilijker met zoveel groepen. Klopt. Dus dan wordt een persoonlijkheid, die gaat dan aanspreken, omdat je inhoudelijk die onderscheiden vervagen een beetje. Het is ook een beetje wat de plan zegt, hè? Van richt je wereld en sociaaldemocratie en kies een aantal thema's uit en ga daarmee bezig en probeer daar het onderscheid te maken. Ja, maar wat PvdA gedaan van, nou, wij gaan voor de inhoud? Nou, het heeft te maken met wat eigenlijk in de sociaaldemocratie vaak gebeurd is, verantwoording nemen. Hè? Ja. Want toen de kabinetsformatie kwam, toen zat het helemaal vast. Mm-hmm. Als de PvdA nee gezegd had, dan weet ik niet waar we gezeten hadden. Dus die heeft toen de verantwoording genomen. En dat, ja, er zijn een aantal maatregelen genomen die niet zo populair zijn. Nee, is maar wel op afgerekend en uiteindelijk. De PvdA, maar de VVD, ja, voor mijn gevoel, onevenredig strafstraft. Ja, VVD is daar ook op afgerekend, ja, maar wel de grootste partij. Dat zegt ook al veel, hè? Ja. Dus het verandert. En lokaal? Nadenken. Ja, wat ze zeggen van de bestuurders bij lokaal, klopt dat niet helemaal volgens mij. Als je kijkt naar de fractie, de jonge fractie, die vrij open staat voor ideeën en dingen die gebeuren in Tiel. Die proberen ook op alle wijkverenigingen te zijn. Die hebben gekanvast ook in de tijd dat er geen verkiezingen waren. Dus die proberen echt wel een volkspartij te zijn. Hmm. En volgens mij lukt dat redelijk. Alleen bij lokale ook afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Ja. Maar de vorige verkiezingen in de gemeenteraad hebben we dus redelijk weinig verloren. Dus het was minder in verhouding dan wat we landelijk verloren hadden. Dat is één zetel. Dat klopt, maar misschien heeft dat ook nog te maken met de PvdA-factor in Tiel. Ja, komt hij bij de volgende verkiezingen weer terug? Dat is de kwestie. Ik heb goede hoop. Ja. Ja, zou ik ook zeggen. Ja, ik heb goede hoop. Nee, maar dan ben ik serieus. Die jongelui trekken er aan. En ja, ze zijn constructief, kritisch. Nou heb je zelf te maken met het dualisme, maar zie je jezelf ook als toch nog een nestor van die PvdA hier in Tiel? Nee joh. Nee, helemaal niet? Ik ben geen nestor. Ja, wat leeftijd betreft wel. Ja. Wat dat betreft heb ik geluk dat de fractie niet aan leeftijdsdiscriminatie doet. Zeg maar dat sociaal-democratische idee toch weer steviger neerzetten. Je discussieert mee. Ja. En dat zal nodig zijn in de richting komende verkiezing. Dat we als fractie en als bestuur bij elkaar zitten om eens te kijken van ja, hoe willen wij ons manifesteren in de verkiezingen. En daar volgen dan conclusies uit, maar dat moet nog gebeuren. Tuurlijk. Je hebt een heel mooie portefeuille. Ja. Je bent pas een paar dagen actief, dus dat je er helemaal in zit, ja, dat is een utopie natuurlijk. Ja. Want je bent er 3 jaar uit geweest, hè? Ja, klopt. Kun je dat merken trouwens? Ja, in die zin, als ik nu de eerste dag op gemeentehuis 8:30 daar zit en ik op de computer, dan zie ik allerlei stukken die mij niet zo bekend voor het onderwerp wel bekend is, maar niet. Hoe ver is het in het proces en andere dingen. En als je al in college zit, dan heb je dan eens een keer een collegevergadering gehad en dan eens een keer een commissievergadering. Ja. Maar ik spring nu op een rijdende trein, dus er zijn een aantal onderwerpen die al heel ver in het proces zitten. Mm-hmm. Waar ik ook geen invloed meer op heb eigenlijk, maar die wel gewoon netjes afgehandeld moeten worden. En ja, dat kost tijd, want daar ben ik eigenlijk nu de eerste 2 dagen en de rest van de komende 14 dagen ben ik daarmee bezig. Mm-hmm. En dan hoop ik tijd te maken, dus vakantieperiode, dan wordt het wat rustiger. Om eens buiten de deur te kijken. Hè? Zo heb ik met Gert-Jan van Ingen een afspraak gemaakt om samen de stad eens door te lopen. En dus de centrummanager. Ja, de centrummanager. En zo wou ik meer dingen afspreken om eens ook buiten het gemeente, als je rond te kijken. Nou, want de rol als wethouder is natuurlijk heel anders dan de rol van raadslid. Klopt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die regio, om daar meer in te doen en Tiel daarin te vertegenwoordigen op de juiste manier. Want de portefeuilles die je gaat doen, welke zijn dat? Ruimte en wonen, arbeidsmarktbeleid, cultuur, monumentenzorg zit erin, participatie, emancipatie, oftewel vrij breed, ja. Zowel hard als zacht. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar naar een aantal dossiers, je hebt natuurlijk wel dossierkennis, hè? Ja. Vanuit je periode dat je hier zat, het vijverterrein. Daar is natuurlijk in het verleden heel wat om te doen geweest en nog steeds eigenlijk.
Weet je op dit moment de laatste status? Er zijn wat activiteiten, maar ik weet het niet precies. Ik heb volgende week ook afspraken met de ambtenaren om bij te praten voor de raadsvergadering en voor de commissievergadering die komen. Ik denk dat na de vakantie daar in de commissie eens verder op ingaan. Ja, als je nou de echt verdiepen in de verschillende standpunten. Daar weet je nog, kun je nog geen oordeel over vestigen. Nee. Maar is het misschien wel slim om eens een keer een kopje koffie bij de heer Reuvers thuis aan de keukentafel te gaan drinken? Wie weet. Ja, dat zou alleen al weer heel veel klaarheid brengen. En wat er dan uiteindelijk van zo'n project terechtkomt, ja, dat zie je dan weer. We gaan dus even in de dossiers verdiepen en laten bijpraten en dan kijken wat ik ga doen. Nou, zijn er nog meer dossiers waar je zegt van nou, daar zit een uitdaging op? Nou, ik geloof dat bestemmingsplan buitengebied wat reuring geeft op dit moment. Wat speelt daar precies? Wat ik begrepen heb, dan zijn er een aantal partijen die minder dwingende voorschriften willen in het buitengebied. Dus dat er meer mogelijk is? Ja, wat meer, ja mits of niet, en zij meer ja mits, zeg maar. Ja, ja. Terwijl ik in een bijeenkomst met de provincie geweest ben een paar dagen geleden. En de hele provincie dat ze toch buitengebied wat strenger aan willen halen. Dus er komt... Ja, een conflicturende verhaal. Ja, dus het wordt ook nog even kijken. Hoe gaan we daarmee bezig? Als je nou zeg maar, want wanneer werd je voor het eerst politiek actief hier in Tiel? In de jaren 90? 98 volgens mij. En daarvoor wel in de partij gezeten, hoor. Als vicevoorzitter. Altijd al. Volletjes rondbrengen, je kent dat. Ja, tot 2017. Nou, dan kun je best wel een vergelijk maken met hoe het er toen ging. En nu? Was dan het grote verschil? Wat bedoel je? Nou, gewoon toen politiek bedreven werd in 98, 99 in die periode. En hoe het er nu aan toe gaat. Buiten het feit dat er natuurlijk heel veel van die mensen er niet meer zijn. In de raad of al inmiddels zijn overleden. Ja. Maar de manier van politiek voeren, was dat anders dan nu? Daar heb ik nog niet zoveel ervaring mee. Ik heb nu een halve raadsvergadering meegemaakt. Mm-hmm. En dat was mijn installatie. Ja. Ik kwam 9 uur binnen of 8:30. Uiteraard is dit een prima raadsvergadering geweest. Hè? Met vooral het laatste. Ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk zo wel dat dualisme wat ik in meegemaakt heb, heeft de zaak wel wat veranderd. En daar heb ik 4 jaar geleden mee te maken gehad. Ja, ik denk wel te goed. En ook, maar het gaat uiteindelijk als het maar duidelijk is wat de verantwoordelijkheden zijn en wat ik ook aan het eind van mijn installatie zei, als je dat met respect voor elkaars persoon en respect voor elkaars verantwoordelijkheden doet, dan kun je scherp discussiëren en praten en van gedachten wisselen. Maar dan kom je uiteindelijk toch bij je doel, wat we allemaal willen. De kern is in één woord samen te vatten, vertrouwen. Ja, en als dat ontbreekt, dan wordt het een moeilijke zaak. Maar ik ga ervan uit en vertrouwen dat het lukt. Heb je daar wel eens het idee dat dat er niet is? Nee, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb te weinig meegemaakt. Maar waarom die uitspraak? Want op zich was hij namelijk heel opvallend. Het sentiment op dit moment in de raad, in de Tielse politiek, is anders dan een half jaar geleden. Nou, ik wil eigenlijk alleen duidelijk maken wat mijn werkwijze is. Ja, ja. Gewoon dat mijn insteek, maar dit is mijn insteek. Dat was en in de praktijk dat was geen politiek statement, dat was een statement van Ben Brink. Ja, ja oké. Okay. Ik zal leren ervaren wat het wordt. Nou, hartstikke mooi. Heb je tot slot nog iets kwijt voor mensen die op dit moment kijken? Ben Brink, de wethouder namens de PvdA. Nou, ik zeg altijd, als er wat is, jullie weten me te vinden op het gemeentehuis. En ik zal altijd tijd vrijmaken voor veel mensen die een probleem hebben of die ergens over willen praten. Nou, dan gaan we daaraan houden. Okay. Mag ik je in de toekomst, nabije toekomst, nog eens een keer uitnodigen om te vertellen hoe het er allemaal, hoe het je allemaal bevallen is en hoe het allemaal loopt? Ja, dat is prima. Nou, ik heb trouwens een wedervraag, mag dat? Jazeker. Kijk, je vroeg net van die verhoudingen in de raad zijn veranderd. Mm-hmm. Als iemand dat kan schetsen of verwoorden, ben jij dat wel, want je zit elke raadsvergadering bij. Ja, klopt. De laatste 8 jaar. Ja. Vind jij het veranderd? Ja. Ja. In welke zin? Dat is op zich is dat een lastige vraag, maar als ik het goed analyseer, dan heeft dat te maken met kennis van zaken en dat mensen dus sneller uit zo'n raad verdwijnen, omdat het veel te druk is. Dus ik denk ook dat er in de stukken die mensen krijgen, raadsleden, dat een stuk naar beneden zou moeten gaan. Want het is bijna niet te doen. Het is net wat je zegt, ook voor raadsleden die het erbij doen, bijna een dagtaak, om overal diep in te duiken. En als je kleine partijen hebt, vroeger was het, hadden we 4, 5 partijen, was allemaal duidelijk, nu hebben we er geloof ik 9 of 10. Dat betekent dus dat 2 of 3 mensen veel meer moeten doen. En het is een utopie om te denken dat ze van alles dan verstand hebben. Zoals bij dualisme juist de bedoeling om het niet meer te hebben. Hè? Zoveel papieren meer naar buiten te kunnen. Ja. Maar het is dus geen verandering in houding van mensen ten opzichte van elkaar. Ook, maar dat is natuurlijk wel van alle tijden. Ja. De mensen, het is altijd zo natuurlijk dat de ene en de andere elkaar wel of niet liggen. Afhankelijk van de persoon. Ja,
En dan heeft het natuurlijk wel met respect te maken hoe ze met elkaar omgaan. Kijk, dat er verschil zijn, een verschil van mening is, ja, dat is de bedoeling van het verhaal. En uiteindelijk moet er een compromis uitkomen om iets te regelen. En als dat in harmonie gaat, dan is het oké. Maar wat ik wel eens mis, is dat uiteindelijk die totale raad een gezamenlijk belang heeft. En dat is het belang van Tiel. Nou, als daar het weer naartoe zou gaan, dan is het prima. En dan gaat het om de personen en nog niet zozeer om de partij. Helder antwoord? Bedankt voor het interview. Nou, mag ik jou dan ook danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot de volgende keer.